Nou Sarah, het is ontzettend heet in die brandende zon. En ik sta hier op de camping waar een groot gedeelte van alle deelnemers tijdens het evenement verblijft. En ik denk dat die tentjes toch wel behoorlijk zijn opgewarmd inmiddels. Alle deelnemers uit heel Europa die doen dus van allerlei sporten deze week, waaronder voetbal, badminton en jeu de boule. En daar waren ze vanochtend al mee begonnen. Hoeveel wedstrijden keep je wel niet achter elkaar? Ja, ik doe mee voor het klompenteam en voor FC Stroopwafel. Dus we hebben twee teams omdat we een heel groot team hebben. Dus ja, ik doe eigenlijk elk potje mee. Ja, en waarom doe je hier aan mee? Ja, ik vind het gewoon hartstikke prachtig om met iedereen te sporten. En ik heb zelf van vroeger ook echt niet zo heel makkelijk gehad. Dus ja, ik vind het wel heel belangrijk eigenlijk. En je ziet ook dat het juist aan mensen in groeien, juist, dat helpt ook heel erg. Dat merk je ook. Daardoor groeit de samenleving ook en dat is wel heel erg belangrijk. Nou, heel veel succes nu, want volgens mij moet je bezig. Ja, klopt. Hey, hartstikke bedankt. Where do you come from? Denmark. And why are you coming to Holland? It's amazing. The tournament, the competition and the... Yeah, all the social, you know, the social game in it, and it's just amazing. Ja, al gewond, zie ik. Ja, want als ik die grote mannen een schouderduw wil geven, dan duw ik mezelf gewoon weg eigenlijk. Ja, dan val ik. En dat is het resultaat. Maar dankzij EHBO kom ik er wel weer bovenop. Hoe gaat het tot nu toe met de hitte? Hebben jullie al veel mensen die er last van hebben? Nee, dat gaat eigenlijk nog wel heel goed. We zijn er natuurlijk wel op voorbereid. We hebben allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben extra middelen bij ons om te koelen. We houden de mensen goed in de gaten. Mensen moeten voldoende eten en drinken. Nou, dat is ver allemaal aanwezig. Maar dat gaat eigenlijk heel goed. Mensen houden zichzelf goed in acht. Mensen worden goed in de gaten gehouden. Dus nee, dat gaat perfect. En waarom doe je mee aan dit evenement? Nou goed, wij wonen bij Stichting Zekere Basis en goed, we werd gevraagd of we meer wouden doen. En bij ons zijn er heel veel voetballiefhebbers. Dus zodoende er. En mij hoeven ze daar nooit twee keer te vragen. Dus het gaat gewoon om de gezelligheid met z'n allen. En daar doen we het voor. En voor de overwinning. Ook toch ook wel voor de overwinning? Ja, ik heb wel die winnersmentaliteit, ja, 100%. Anders sta ik hier niet. Heel veel succes dan. Dankjewel, jullie. Nou, je hoort het, fanatiek zijn ze hier dus wel. En al die sporters uit die verschillende landen komen hier niet zomaar naartoe om een beetje te voetballen. Dit evenement is georganiseerd met een reden. We willen graag dat iedereen mee kan doen in de samenleving. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. En als je mensen hun persoonlijke successen laat ervaren, dan kunnen mensen ook stappen maken en in de samenleving mee gaan doen. Bovendien krijgt die samenleving ook een heel ander beeld van deze mensen. En die zullen zich ook wat meer openstellen. En als je ziet dat hier 21 sportverenigingen actief zijn uit Enschede, die alle sporten organiseren hier tijdens de Games, prachtige samenwerking. Meedoen in de samenleving, niet iedereen heeft zijn dagelijks leven altijd even goed op orde. Dat is dus ook voor deze mensen niet altijd een gegeven. En juist door op deze manier de mensen in beeld te laten komen en ook zelf de mensen hun eigen successen te laten ervaren, kunnen ze hiervan leren en weer stappen zetten in de samenleving. De hele week wordt nog flink gesport hier op het Diekmanterrein in Enschede tijdens de Social Inclusion Games. En dat moet een beetje lijken op de Olympische Spelen. Zo is er vanavond een officiële openingsceremonie en aanstaande vrijdag wordt het evenement afgesloten tijdens de eindceremonie. En zaterdag, dan gaan alle deelnemers weer lekker naar huis.